Als een robot, zo ziet de Brit Dennis Priddle eruit, die in Zandvoort komt demonstreren met deze zogenaamde dragster. Een monster dat speciaal gebouwd is om er in zeer korte tijd een enorme snelheid mee te behalen. Een 12-cylinder motor van 1800 pk, vliegtuigbanden achter waar de rubber van zal afbranden en in 6 seconden op een snelheid van bijna 400 km per uur. Doordat de remparachute zich niet ontplooit, komt Priddle onbedoeld in het zand terecht, maar dat levert verder geen problemen op. Het publiek is intussen voldoende opgewarmd voor een race van de Formule Ford 2000. Deze wedstrijd is er een van een aantal promotieraces die de belangstelling voor de autosport, zodat al nodig is, nog wat moeten opvijzelen. En omdat er geen entree werd gegeven, zijn er dus 45.000 mensen komen kijken. Het wordt de race van de jonge Zandvoortse coureur Jan Lammers, die met nummer 50 van het begin af aan de leiding heeft. Ronde na ronde wordt hij gevolgd door nummer 1 Rob Leeuwenburg. In de laatste ronde gaat Lammers nog steeds vooraan, gevolgd door Leeuwenburg en Luijendijk. Maar op het rechte stuk naar de finish schiet Leeuwenburg zijn rivaal voorbij. Teleurstelling voor Lammers en zijn leermeester Rob Slotema. Vreugde uiteraard bij de winnaar die veel punten vergaarde voor het Nederlands en Benelux kampioenschap.